ook eventjes de boot lanceren. De grote boot. Kijken. Bij deze wind moet je genoeg twist in je grootzeil en twist in je fok hebben. Om een beetje te lopen. Wat nou, is twist? Twist in je fok, dan doe je deze ietsje strakker. Ja. Waardoor je dus bovenin wat uitwaait. Ja. En bij het grootzeil moet je dat doen door deze een beetje verder omhoog te zetten. Wil je dat doen? Ja, dat kan. Kijken. Oh, is het de onderkant van de giek? Kijk, dan kan je wat meer twisten en loopt hij met weinig wind, loopt hij beter. Oh, je hebt dat scharnierding gedraaid. Ja. Ik dacht al, waarom zit er een scharnierding? Dan gaat het giek ietsje omhoog. Omhoog en dan heb je een zeeg meer. Heb je meer, ja. En door het twisten loopt hij ietsje sneller. Met lage wind. Ja, met weinig wind, ja. Het ziet er goed uit, hè, Danny? Ja, ik heb hem voor de kant al zien gaan. Kleurenpannen. Kleuren in de pomp. Gaan vertrimmen voor jou. Ja, dat is waar, ja. Wacht even, op de grond. Moet ik wat vasthouden? Of, Nee. Ik moet hem vastpakken en dan gaat het lekker zo. Plons. Jo, doe het. Dat is belangrijk. Wie? Het roer. Ja. Ja. Vreemde eend. Een zwaan is het, ja. 84 bijna gefinished. Ja hoor, we zijn er weer. Gaan we starten. Zijn is opgelet. 1 minuut voor de start. Strijden. 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 Ja, tussen die twee seconden voor de start. Deze drukker. Om 40 seconden voor de start. Nee, het is gewoon een soort omweg. Je vaart een beetje een omweg. 30 seconden voor de start. Nee, 20 seconden voor de start. Ik heb propperig hier. 15 seconden voor de start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.